En plastic wil er niet vanaf bij deze, echt. Gewoon niet. Het is vrijdagochtend en we zijn lekker in het zonnetje op weg naar de supermarkt. Het is druk op de weg. En ja, boodschappen doen is niet echt mijn hobby momenteel. Maar we gaan gewoon kijken of we alles compleet kunnen krijgen. En dan hopelijk genoeg dat we vanavond lekker kunnen barbecuen. Ik weet trouwens helemaal niet of ik te horen ben met al het verkeer. Het is echt druk. Maar goed, we gaan het zien. En bier is in ieder geval lekker. Leuk hè, al die buurkindjes die je ziet lopen. Wil jij je arm voor me uitsteken als we af gaan slaan? Je doet het heel goed. Ja. Dat is heel belangrijk hè, want in de auto heb je een knipperlichtje. En hier is het zo. Je arm. En dan weten mensen welke kant je op gaat. We hebben zowaar alles kunnen halen voor de boodschappen, dus ik ben blij. En ze heeft vanochtend nog wat schoolwerk gedaan, dingen die ze niet af had van de extra-taken. Dus dat zo blijft liggen. Maar die is nu buitenspelen, dus ik ga dat even opruimen. En ik maak er wel een kleine timelapse van. Want ik hoor altijd dat die goed ontvangen worden, dat jullie dat leuk vinden. Dus dat doen we dan maar. Ik blijf mijn huis rommelen. Ik had dit grote dienblad had ik op die andere tafel staan, maar ik vind deze grijs niet bij die kleur grijs staan, dus ik heb hem nu zo gezet. En dat is ook nog niet wat dadelijk blijft, want die tafel wordt natuurlijk diezelfde soort grijs, dus dan vind ik het daar ook niet meer staan. Maar ja, voor nu tussendoor, prima oplossing. Ik ga denk ik nog heel veel lezen in de tuin. We gaan zo barbecuen en dan moet ik salade en zo allemaal gaan doen. Maar ik vind het wel lekker om eerst nog even van het zonnetje te genieten in mijn eentje. Zeg eens nog aan buiten spelen, Marco is dat nog niet. Dus even een geniet-leesmomentje. Oké, tijd om eten te gaan voorbereiden. Ik ga even salade maken. En Marco, als je komt in de barbecue aan, dan ga ik even wat bijgerechtjes verder maken. Dus, maar deze kan vast in de koelkast klaarstaan. Wauw, wel, want het is natuurlijk zo vroeg elke keer warm en barbecue weer. Maar ik wilde vorige keer bij de winkel van die netjes halen die er dan overheen kunnen. Maar die zijn er gewoon nog niet, omdat het nog te vroeg in het seizoen is. Dus dat is dan wel weer jammer. Maar goed, zoals ik altijd zeg, er zijn ergere dingen in het leven. Ik maak een salade met ijsbergsla en dan gaat er komkommer, augurk, even kijken, zilveruitjes en feta doorheen. Dat is een salade zoals Serum ook lust en dat is altijd wel een uitdaging. En dan hebben we daar natuurlijk allemaal vlees. Ik doe die aardappelpartjes erbij en dan doe ik ook nog witte bonen. Vandaag soms kidneyboontjes, altijd nog iets van een warme groente op tafel. En dan natuurlijk ons barbecuevlees. En plastic wil er niet vanaf bij deze, echt. Gewoon niet. En tada, de salade is klaar. Echt zo jammer. Ik vind barbecue heerlijk, maar ik had zo koud, dus ik heb mijn trui aangetrokken. En ik kan bijna vlees eten. Oh, de speklap ligt er al. Mijn favoriet. Oh, ik heb echt geen zin. Ik wilde gaan editen. En toen kwam Denise nog heel even snel langs. Nu moet ik dus alsnog gaan editen. En heb ik nog minder zin. Ik moet 3 video's. Want anders ga ik achterlopen. Ik heb gisteren natuurlijk niet geëdit. Dus de vlog van zeg maar eergisteren. En dan die van gisteren en de extra video. Die moet ik allemaal doen. Maar ik heb echt gewoon zo geen zin om dit te doen. Echt, dat is echt zo'n hit my life moment. Maar als ik bezig ben, vind ik het niet zo erg. Dus ik ga
editen. Eerste video aan het uploaden. Vlog nummer 2 aan het renderen. Ik krijg wel echt volop honger van het editen. Dus ik ga even eten maken, maar ik moet van mezelf wel echt even wat gezonds eten vandaag. Want ik eet echt ongezond. Ik eet wel fruit en zo, maar niet zoveel samoeta. Dus ik denk dat ik gewoon even een appeltje met wat druifjes maak. Dat vind ik altijd wel een hele lekkere combi. En dat is tenminste gezond. Dus, oh, en ik heb nog aardbeien. Ja, ik maak gewoon een fruitsalade. Oh, lekker. So unbelievably proud of myself. Ik heb ze alle drie geëdit. Alleen de video moet ik morgen dan nog renderen. Maar ik heb het gewoon gedaan. En het is echt laat nu. Want het was echt zoveel werk. En ik heb trouwens ook echt het gevoel dat het echt een hele korte vlog is geworden gisteren. Of van vandaag. Gisteren. Ik heb echt heel weinig idee wat ik gevlogd heb vandaag. Maar ik heb ook echt geen boeiende dag gehad of zo verder. Dus ja, en ik weet ook echt niet wat ik morgen allemaal ga doen. Ik heb echt zo geen planning. In ieder geval, ik heb hele grote ideeën, maar dan denk ik, dus ik weet het gewoon nog niet. Maar goed, we gaan het morgen zien. Ik ga nu wel echt heel moe mijn bedje in en wat lijkt het donker. Het is echt zo licht in de kamer. Ik weet niet waarom ik hem 's avonds niet lichter krijg, die camera. Ik probeer elke keer met die instellingen, maar het lukt niet. Maar goed, ik ga lekker naar mijn bedje. Ik wil je wel bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Ik zag dat 72% van de mensen die kijkt niet geabonneerd is. Dus dat vind ik echt wel jammer. Dus val je eronder, klik even op abonneren. Maak je me heel erg blij mee. Duimpjes, reacties, helemaal top. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!